iedereen, welkom terug op ons kanaal en welkom weer bij een nieuwe video. Zoals je kan zien, hebben we deze keer een derde gast. Namelijk onze zus Serena van Beautylab NL. Hello. En misschien heb je het nieuws al gehoord. Ons laat ik het jou wel even zelf vertellen. Ja, ik ben voor de tweede keer zwanger. En ik ben nu precies op de helft. Afgelopen dinsdag was ik 20 weken zwanger. Nou, ik vind altijd dat zij er super stylish uitzien. Zij zijn echt veel beter in zichzelf leuk aankleden dan ik. Dankjewel. Dus ik had, ja, maar dat is gewoon zo. Dus ik had een beetje gehint of zij me konden helpen met het vinden van outfits die ik dan de komende tijd aan kan. Ja, je kan niet alles meer aan. Dit wordt natuurlijk steeds groter. Wat we hebben gedaan is online naar ASOS.nl gegaan. Dat is gewoon een van onze favoriete webshops. Is gewoon heel erg fijn. Super groot aanbod. En we hebben een selectie aan kledingitems geshopt die in de zwangerschapssectie staan. Maar ook gewone kledingitems. Dus ik vind het heel erg leuk om in deze video te gaan kijken van kunnen deze items... Wanneer je dus een buikje hebt, of dat nou een foodbaby is, of dat het gewoon een echte baby is, ja. Je weet het niet. En het zijn ook wat items geworden die misschien voor jou nieuw zijn, die je nog niet zo heel erg vaak draagt. Oh, dat vind ik juist dus wel leuk. Dus we willen gewoon een beetje outside of the comfort zone gaan voor jou. Ik laat me gewoon verrassen. Ja, dus het is hopelijk een video leuk voor iedereen die dus zwanger is, maar ook voor degenen die niet zwanger zijn. En ja, ik heb er zin in, dus... Ik ben heel benieuwd. Nou, we hebben hier de allereerste set voor je. Dit is denk ik wel een beetje nog in je eigen comfortzone. Comfortzone? Oké. Okay. Ik ben heel benieuwd. Nou, dit is de allereerste outfit. En ik heb voor deze gekozen omdat ik echt iets had van dit is wel echt Serena's stijl. Omdat het gewoon een straight jeans is. Een beetje mom jeans, zoals je ook wel vaak draagt. Ja. En blouses. Ja, je draagt wel eens blouses. Met gewoon simpel ruitjes onder. Ja, dus ik dacht, dit is misschien wel een outfit waar je gewoon chill in voelt. Wat ik wel heel erg mooi vind, is dat deze kleurgroen, die staat gewoon heel erg mooi bij je huid, vind ik. Het maakt hem heel fris, ja. En maakt ook wel dat je hem kan meenemen straks in het najaar. Ik vind de outfit super leuk. Alleen, ik merkte al bij het aantrekken dat ik de broek niet dicht kreeg. En het is een heel stijf, hele stijve jeansstof. Plus, dit is een under the belly broek. En dat zit echt niet lekker, want je hebt gewoon het gevoel alsof je broek de hele tijd aan het afzakken is dan. Is dit een speciaal zwangerschap? Ja, speciale zwangerschap. Oh, oké, dat wel. Heel lekker zacht stofje. Dus bovenkant is top, onderkant is nop. Volgende outfit wordt dus heel anders. Hopelijk yes. Ook leuk. Is dit een rok? Ja! Ja. Oké, dit is outfit nummer 2. We zijn gegaan voor een rok, ondanks dat Serena dus eigenlijk nooit rokken draagt. En met erop een lekker shirtje. Dit is echt een outfit die Larissa en ik zelf echt wel zouden kunnen dragen. En hij zit ook lekker, de band is lekker stretchy. Ik zou hem denk ik zelf niet combineren met het witte t-shirt. Die vind ik iets te boxy misschien erop. Eerder dat zwarte topje van net, die zou ik hier dan eerder. Ja, dat kunnen we straks ook even kijken of dat mooi staat. En wat leuk is om te weten is dat dit dus een zwangerschapsrok is. Maar eigenlijk, ook als je niet zwanger bent, zou je deze wel gewoon kunnen dragen. Ja, die kan je gewoon aan. Ja, ik zit te denken, kunnen we misschien de schoenen even omwisselen? Misschien voor deze sneakers? Ja, voor sneakers. Of docs. Dus dit is, wacht, kan je het zien? Dit is met de docs. Wat ik echt heel leuk vind. En als het dan inderdaad herfst is, kan je hier nog zo'n vest overheen. Of zo'n wollen vest met zakken of zo. En als het dus nog wat zonniger is, dan met All Stars. Ja. Ik vind het allebei leuk. Ik vond het witte shirt leuk, maar ik vind deze zwarte top ook heel erg leuk. Ja, ik ook. Ja, ik ben ook wel heel erg benieuwd van de kijkers. Van, vinden jullie dan Dr. Martens leuker of misschien de Gympies? En vinden jullie het witte shirt leuker of de zwarte top? Maar in principe vind ik het allebei kan. Ja. Dit is wel net wat meer vrouwelijk en daardoor misschien wel meer vrouw. Ik vind het echt een lekkere rok. En het is inderdaad fijn dat als ik niet zwanger ben, heb ik altijd nog een beetje, ja, toch wel een soort van pouch noem ik het altijd maar. Ja. Dus een klein buikje. En deze die valt zo recht naar beneden, daar zie je dan helemaal niks meer van volgens mij. Dus deze kan je ook nog lekker aan na de zwangerschap. Ja, en het is gewoon leuk omdat je wel eens ook jurken draagt. Maar met rokken kan je gewoon de tops ook van kleur veranderen. Dus van wit naar zwart en deze soort van bruine roestkleur. Ja, heel mooi. Dus dat is wel leuk, denk ik. Ik vind deze echt heel leuk. Dus dit is een winning outfit? Ja, ik vind het wel geslaagd. Ga je dan nu rokken dragen? Alleen als ze lang zijn. Tijd voor de volgende outfit. Ta-ta-da. Oh my god. Is die leuk? Ik
vind het heel leuk. Alright, dit is outfit nummer 3. Oh, heel leuk. En het is leuk, het is een flirtje. Ja, yeah. Wat ik echt heel mooi vind is dat, omdat hij dus flirt is, dan krijg je er gewoon een heel mooi figuurtje van. En deze top is gewoon echt heel mooi qua kleur. En ook dit is weer zo eentje die je kan dragen nu en na je zwangerschap. Heel mooi stofje. Want dit is geen zwangerschapstopje. Nee, dit is gewoon een normaal topje. En kijk, dit is dus, dat noem je dan een over the belly broek. Dus die zit ook laag, maar dan zit het dus gewoon zo'n lekker hoog stuk elastiek aan. Het ziet er echt super comfortabel uit. Ja, stretch. Het zit zo lekker. En dan hebben we voor de volgende een topje, dus de broek mag aanblijven. Oké, is goed. Dit is outfit nummer 4. En het is dus dezelfde jeans als de vorige keer, de flirt pants. Maar dan nu met een hele mooie long sleeve. En hij zit lekker fitted, zodat je die baby bump goed kan laten zien. Het is een maternity top. En er zit een goed décolleté in. En ik zei net al tegen haar, dat is heel handig. Want als je dan op een gegeven moment borstvoeding gaat geven, dan vloek je hem er zo uit. Ja, dat is gewoon heel makkelijk. Renne zei het ook al behind the scenes. Ze houdt wel een beetje van een deco. Dus het is wel meteen ook... Ja, wel een sexy mama top. Zeker. Ik vind dat hij echt heel erg mooi eruit ziet. Dus je lichaam er zo echt... Past ook heel mooi met die flared pants. Ja, past ook heel mooi bij die broek. Die kleur komt ook terug in de naadjes. En ik vind het ook leuk van die tortoise knoopjes. Ik ben hier blij mee. Ik vind deze heel leuk. We hebben hier de volgende outfit. Omdat de mom of de straight jeans niet echt een succes was, doen we deze ook weer gewoon op de jeans die je nu ook weer aan hebt. Nou, dit is outfit nummer 5. En we hebben een super mooi flowy topje uitgekozen. En ik had een beetje een soort van de feestdagen al in mijn achterhoofd. Want dan wil je gewoon soms wat meer dressy gekleed zijn. En dit is dus geen maternity top. Dit is gewoon een top die we allemaal aan kunnen. Ik vind hem heel erg mooi. Ik vind hem inderdaad ook als ik bijvoorbeeld een meeting heb of ik heb een event en je wil toch net even wat minder casual gekleed of zo. Dan is deze super mooi. Ik vind hem heel leuk. Het is echt mijn stijl ook. Volgende? Is dit... Volgende outfit. Is het alleen een top of een hele outfit? Hele outfit change. Oké, is goed. Nou, dit is toch wel de meest comfy outfit van alles bij elkaar, denk ik. Ja, want dit is outfit nummer 6. 6 alweer. En we hebben gekozen voor een super comfy thuis chill outfit. Aangezien je ook wel gewoon een keertje lekker comfortabel wil zijn en niet de hele tijd dressed up. Ja. Dus wederom voor een flirt. Ja, lekker. Maar echt een hele lekkere zachte stof. En heel stretchy. Het is eigenlijk gewoon een flirt legging is het toch? Maar dan eigenlijk... Is deze speciaal maternity? Nee. Niet eens. En dan een simpel zwart t-shirt erbij. Dus het is echt een beetje zo'n een pyjama chill outfit. Ja, maar zo van als je in één keer boodschappen moet doen en je moet de deur uitvliegen. Kan dan het ook nog wel. Zeg maar. Ja, precies, precies. Ik vind hem geslaagd. Maar waar ik benieuwd naar ben, is schijnt deze door of niet? Is die squatproof? Hij schijnt wel een beetje door. Oké, dus wel beter dus wat langere topjes. Als je shirt er overheen doet, beter. Volgende outfit is dit. Oeh, mooi printje. Outfit nummer 7. En zoals je kan zien, het is dus een hele grote lange maxi jurk. Ja, ik hou van maxi jurken. En ik vind de kleur mooi. Een beetje batik, toch? Een beetje indo vibes krijgen we ervan. Dit, hoe zeg je dat? Dat riempje dat zit een beetje boven je buik, waardoor die zeg maar meer opvalt. Dus dat is altijd leuk. Ja, want het is geen zwangerschapsjurk. Nee, ik zag het. Hij is gewoon van Vera Mode. Er zit geen stress in, maar ik bedoel, er is genoeg ruimte nog. Ja, ik vind hem heel leuk. Je kan met docs, je kan met sneakers, leren jasje erover. Je zou je eventueel nog een top of een trui overheen kunnen doen. Dan draag je hem als rok, zeg maar. Dus hij zit lekker. Een lekker dun stofje. Zo, daar zitten we weer. Dat waren de 7 looks die we voor Serena hadden uitgekozen. Ik vond het heel erg leuk om te zien hoe ze allemaal bij jou stonden. En natuurlijk ook het uitzoeken was heel erg leuk van tevoren. Ja, het uitzoeken was wel wat meer nadenkwerk dan wanneer je zeg maar gewoon normaal gaat shoppen. Omdat je toch een beetje moet rekening houden met, is het stretchy genoeg? Zijn de tops lang genoeg? Zijn de broeken wel? Nou, broeken moet je wel echt maternity doen. Of het moet echt alleen zijn. Of ze moeten echt een elastieke band hebben en dan misschien een maatje groter. Nou, Larissa en ik zijn heel erg benieuwd welke van de outfits jouw favoriet was. Even denken hoor. Nou, ik vind deze jurk vind ik heel erg leuk en mooi. Ja. Ik vond de rok leuk. De bloemetjesrok, zeg maar. En ik vind de flared jeans vond ik heel erg leuk. Want die kan je gewoon heel vaak aan en met van alles combineren.
Ja, ik vond het eigenlijk heel veel leuk. Ik vind het heel moeilijk om één favoriet te kiezen. Maar als ik echt zou moeten kiezen, zou ik zeggen de flare jeans. Daar heb je heel veel aan. Nou, vergeet zeker niet om deze video een duimpje omhoog te geven als je hem gezellig vond. En laat ons eventjes weten in de comments wat je van de outfits vond. Of jij misschien op dit moment zwanger bent. Of dat het misschien nog helemaal niet in de picture is. Ik ben wel heel erg benieuwd eigenlijk wat jullie ervan vinden om zo'n soort video ook een keer op ons kanaal te zien. Maar ik vind het heel gezellig dat we een keer weer met Serena hebben gefilmd. Ja, ik vond het ook heel erg leuk om te doen dit. Ik ook. Ik ben echt blij, want waarschijnlijk had ik dit zelf niet per se uitgekozen. Aan de ene kant ook weer wel, dat is wel echt mijn stijl. Maar jullie hebben daar gewoon veel beter oog voor. Dus ik ben heel blij met deze nieuwe herfst, summer-achtige garderobe. Nou, wil je meer video's van ons zien? Vergeet je natuurlijk niet te abonneren op ons kanaal. En vergeet natuurlijk ook niet te abonneren op BeautyLab.nl. Want ook Serena heeft een YouTube-kanaal. En dan willen we je heel erg bedanken voor het kijken. En dan zien we heel snel weer in de volgende. Doei! Doei.